Welkom in Spui 25. Het is een bijzondere avond vandaag. Het allereerste deel van onze Europa-reeks. Op zoek naar nieuwe verhalen voor Europa. We beginnen vandaag in Spanje. En we hebben te gast Cees Notenboom, die in gesprek gaat met Margot Dijkgraaf. En we hebben een column van Marjolein van Heemstra. Belooft prachtig te worden. We zien steeds meer dat het is te merken in de gemeenschappelijk politieke discours dat die in plaats van begrip tussen verschillende nationaliteiten in Europa, wij worden steeds meer gedicteerd door stereotypen. Stereotypen die natuurlijk zeker een ruimte vinden in de leegheid van die populistische politieke discours, maar die zeker niet naar voren brengen een betere identiteit, een betere begrip voor elkaar. Dus Zuid-Europa, die onbetrouwbaar Zuid-Europa en die rigide Noord-Europa, een nieuwe distinctie in Europa, die wij dachten met die welvaartmaatschappij weg te kunnen denken, dat is een uitdaging om juist onze lotsverbondenheid te kunnen verbouwen. Op mijn 15e deed ik 1 jaar gymnasium en toen las ik waar het begrip Europa vandaan komt. Het verhaal van de jonge Venetische prinses die op het strand van Sidon speelde en door Zeus werd gespot, ontvoerd, bezwangerd. En dat was dan het verhaal waaruit wij, Europa, waren ontstaan. Sidon, dat strand waar die prinses speelde, dat ligt nu in Libanon. Dat zullen veel van u waarschijnlijk wel weten. Dat ligt in Libanon niet ver van de plek waar in 1981, hetzelfde jaar als ik, Souad Abdallah werd geboren, die ik net noemde. Souad Abdallah werd geboren in een klein dorpje, vlakbij Sidon. En ik ontmoette haar 3 jaar geleden toen ik voor een theatervoorstelling op zoek ging naar het verhaal van mijn generatie. Mijn ticket naar Libanon had ik al geboekt om Souad op te zoeken, maar dat moest ik omboeken. Want Souad, die vlakbij het strand van Sidon werd geboren, die woonde inmiddels in Frankrijk. In Frankrijk, zei ze, dat is het land waar ik me altijd het meest heb thuis gevoeld, waar ik altijd naartoe wilde. Dus daar woonde ze. Ik zocht haar op en ik begon te vragen. En het bleek dat we bijzonder weinig van elkaar verschilden. Want ik had Souad, ik dacht, nou, dat is Midden-Oosten, dat is een hele andere wereld, dat is een hele andere cultuur. Nou, Souads eerste politieke herinnering was de val van de muur. En zij leerde op haar Franse school, waar de voertaal Frans was, over de Franse revolutie en de Spaanse inquisitie, over de Grieken en de Romeinen. En toen ze leerde dat, of ze las Europese boeken ook, leerde Europese talen, natuurlijk op een Franse school. En toen ze leerde dat de Venetische prinses Europa op het strand van Sidon had gespeeld, net als zij vroeger, vond ze dat volkomen logisch. Want Libanon, dacht ze, dat is toch het oude hart van Europa. En voor alle duidelijkheid, Souad was geen uitzondering. Ze had niet hele rijke ouders. Het was gewoon een meisje uit de Libanese middenklasse. En ze zat op die Franse school die vol zat met kinderen zoals zij. Dus kinderen van communisten, christenen, druzen, moslims. Na 3 maanden in Frankrijk werd ze het land uitgezet. Haar visum was verlopen en ze mocht het niet verlengen. Toen ik haar kort daarna uitnodigde om naar Nederland te komen, om een voorstelling te zien van mij, kwam ze het land niet in. Ze was vestigingsgevaarlijk. Dat is een argument waarmee jaarlijks 100.000 visa worden afgewezen. En ze vertelde me over het moment dat ze haar koffer pakte in Parijs en dat ze terug moest, Europa uit moest. En ze vertelde dat dat voelde als een verbanning. Een verbanning uit de plek van haar jeugd, de plek waar ze altijd had willen zijn. Het Europa waar zij mee opgroeide heeft haar tot ongewenste vreemdeling verklaard. Dat staat ook achter haar naam nu, OVR. Dat is ongewenste vreemdeling. En vorige maand las ik de Van Hesten-lezing die onze minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans eind vorig jaar gaf op de Universiteit van Nijmegen. Hij sprak over Europese lotsverbondenheid en hoe belangrijk het is om onze buren te kennen. En hij bedoelde dan duidelijk onze Europese buren. Ergens halverwege zijn speech zei hij, wat vroeger ondenkbaar was, is nu gewoon geworden. Nou, dat zal Souad zeker beamen. Zij woont nu in Servië met haar Servische vriend Marco, die net als zij niet Europees is. En net als zij ook vestigingsgevaarlijk. En ze spreken Engels met elkaar of Frans. En ze delen iets, denk ik. Misschien kunnen we het Europese lotsverbondenheid noemen. Het is niet vreemd, denk ik, dat Europa op zoek is naar een nieuw verhaal. Dat oude is wat mij betreft ongeloofwaardig geworden. Een Venetische prinses op het strand van Scheveningen. Het nieuwe verhaal zal een rommelig relaas worden. Een verhaal dat
om geloofwaardig te zijn buiten de oevers van de vertelling moet treden. De grenzen over, tot in de kleine flat van Suad en Marco. De buren die Timmermans niet noemt in zijn speech. En de buren die wij ook liever niet uitnodigen op de koffie, want ze zouden wel eens te lang kunnen blijven hangen. Het is een groot verhaal over uitsluiting en toebehoren, over schuivende grenzen, over onwetendheid en vooral over heel veel geschiedenis vergeten. Meer vergeten dan herinneren. Een enorm verhaal dus, dat tegelijkertijd verteld moet worden op de weinige pagina's van ons minuscule paspoortboekje. En ik denk dat dat een onmogelijke opgave is. Nu zou het gebeuren, Spanje, dat zo lang binnen de muren van zijn eigen huis geleefd had, zou zich naar Europa toewenden, de schaduwen van het verleden verdrijven. Er viel van alles in te halen en dat is dan ook gebeurd, schrijf je, met een drift die het land ademloos heeft achtergelaten. Dezelfde ademloosheid waarmee het op de grote feesten van dit jaar afstormt. Een roes waarin van alles op de koop toe wordt genomen. Stijgende prijzen, ostentatief materialisme. Het verdwijnen van dingen waar men later met moeite naar op zoek zal moeten. Ja, het is, als je het van dichtbij bekeken hebt, is er echt wel een vorm van tragiek. En dat heeft met Europa te maken. We hebben ze, zeg maar, onder het geld bedolven. En daar, ja, dat is net als je hele arme mensen die de loterij winnen. Dat loopt ook vaak slecht af. Daar hebben ze een studie van gemaakt. Wat bedoel je, we hebben ze onder nou, het geld Nou, wat er met de meeste bedolven. Mensen gebeurt die een miljoen wint, die zijn een paar jaar later broodeloos. Er is toen een enorme bouwwoede geweest. Iedereen dacht dat hij rijk was. Ja, en nou blijkt dat dat niet zo is. En dat is, ja, ze hebben Europa dus werkelijk omarmd. Ze zagen het echt zitten. En ja, nu is mevrouw Merkel is nu de gebeten hond, uiteraard. En de Duitsers en de Nederlanders, denk erom, door het fantastische diplomatieke optreden van de heer Jan Kees de Jager, die het overal even verteld heeft hoe het hoort. En niet iedereen vindt dat leuk om te horen van iemand uit het buitenland en ver weg, die bovendien voor jouw gevoel nog alles weer terughaalt wat hij ooit gegeven heeft. Maar welke kant zou het dan uit moeten met dat nieuwe verhaal van Europa? Ik denk dat het hele verhaal van Europa opnieuw moet, als het een bestaansrecht heeft. Waar zou het mee moeten beginnen? Dus, dat is de moeilijkheid. Je schrijft boeken en je schrijft gedichten. Ik wil niet poseren als politicus en als econoom. Ik zeg alleen maar, ik kijk en ik lees de krant en ik zie daar in Spanje de oplossing niet. Op dit moment zeker niet. En het enige wat je kunt doen is toch eens terugkijken, hoe zijn we nou begonnen met die Europese gemeenschap? Want ik geloofde erin. In het begin zijn toch de economische voorwaarden en de wetten die men had moeten maken voor zo'n heel werelddeel, die zijn niet afgemaakt. Ze zijn met de markt begonnen. Ze zijn dus begonnen met de voordeur, maar ze hadden het huis nog niet. Oh. Nou ja, dat is een enorme voordeur langzamerhand. Ook wie denkt dat ik daar niets mee te maken heeft, is partij, onderdeel. Geschiedenis is eigenlijk net zo'n vreemd element als ruimte of tijd. We verkeren er altijd in. Nou, het klinkt heel mystiek, maar het is letterlijk bedoeld. Ja. Want ieder van ons is een deel van de geschiedenis. Dus laat maar zeggen, als iemand denkt, ik interesseer me werkelijk geen jota voor dat hele idee van Europa. Op dat moment hoor je bij de geschiedenis, omdat je zo'n standpunt hebt. Ook al doe je nooit iets met Europa, en hoor je bij de zwijgende meerderheid die daar niks mee wil of niks mee kan of nooit over nadenkt, dat komt ook in een getal terecht op een dag. Of dat komt ook in een verkiezing terecht op een dag. Dus je kunt, ik zeg niet dat je moet ageren, dat vind ik ook niet. Maar ik zeg wel dat wat je ook doet en wat je ook niet doet, hoort erbij, bij dat onzichtbare element. De mensen die in de oorlog niks deden, want ik ben tenslotte toch nog een kind van de oorlog, die horen er net zo goed bij die oorlog als de mensen die wel iets deden. Alleen ze komen niet in een boek, meestal. Behalve als een getal van zoveel Nederlanders die niets, enzovoort. Je hoort er altijd bij. Een herder met een kudde schapen wijst ons de weg, die door de lage straatjes van het dorp leidt naar een grote groene poort. Ik klop en na een tijd
hoor ik een schelle oude stem die si roept, maar verder niets. Nog een keer laat ik de grote ijzeren klopper vallen en dan verschijnt een zeer oude, bijna dubbel gebogen vrouw. Ze heeft wit haar en een prachtig gezicht. De grot is ergens anders, zegt ze, en we volgen haar door de regen. Plotseling twee reuzen met een dwerg, bedacht door de schrijver. Met een sleutel, die veel groter is dan haar handen, doet ze een deur open en wijst op een trap naar beneden. Hier zat de schrijver gevangen, omdat hij een schuld niet kon voldoen. En hier zou hij de eerste hoofdstukken geschreven hebben. Ik geloof alles. Want er staat een klein houten tafeltje met een inkpot en twee ganzenveren. Breng nooit een schrijver in de kamer van een andere schrijver, want hij wordt of heel ongelukkig, of hij wil meteen aan het tafeltje gaan zitten. Ik doe het laatste en zie wat Cervantes zag toen hij die eerste woorden opschreef. Maar dan moet ik ook nog het elektrische licht wegdenken en de herinneringstegels aan de muur, de camera van de fotograaf. Dan blijft alleen het stenen gewelf over. Het geluid van de regen dat van boven komt. Een voetstap op straat, de wind, het gekras van een pen. En verder stilte. De stilte waarin die eerste woorden geschreven werden van de proloog. Verpozing zoekende lezer. Ook zonder eed kunt ge mij geloven dat ik dit boek, als kind van mijn verbeelding, het vrolijkste, schoonste en geestrijkste wenste dat denkbaar waren. Maar ook ik vermocht niets tegen de wetten der natuur, volgens welke een ieder zijn evenbeeld verwekt. En wat kon daarom mijn onvruchtbare en ongeschoold vernuft anders geboren doen worden dan de geschiedenis van een kind, mager, vaal en grillig en vol van vreemde gedachten die nooit bij een ander zijn opgekomen.